Mijn naam is Martijn Nielen, Pre-Sales System Engineer bij WatchGuard. Vandaag gaan we het hebben over ransomware en de Total Security Strategie met de Threat Detection en Response. Eerst een hele korte introductie, al iets over WatchGuard. WatchGuard levert security producten. Eurosys werkt al heel veel jaren met WatchGuard en heeft ook veel firewalls bij WatchGuard klanten verkocht. Wij bestaan zelf als WatchGuard zijn sinds 1996. Hebben vestigingen op veel plaatsen in Amerika waar research en development zit. En we zijn flink aan het uitbreiden dankzij allerlei overnames die wij de afgelopen tijd gedaan hebben. We hebben er net weer in gedaan, dus we verwachten volgend jaar met een nieuwe oplossing te komen voor multifactor authenticatie. We hebben wereldwijd ongeveer met de overnames meegenomen 750 medewerkers, meer dan 80.000 bestaande eindgebruikers en ja, we doen security en security is echt onze focus. Waar vindt u ons? U vindt ons in een netwerk op de plek waar alle internetverbindingen samenkomen en waar die internetverbindingen op een of andere manier op beveilige wijze aangesloten moeten worden op het beveiligde netwerk. Dat is de plek waar de firewall typisch staat en dat is dan ook een product wat wij van oudsher leveren. We zien alleen dat security steeds breder wordt en we zien eigenlijk dat de toepassing van de firewall aan het veranderen is, omdat er steeds meer informatie in verwerkt moet worden om uiteindelijk een adequate beveiliging te kunnen realiseren. En daar gaat dan ook de presentatie van vandaag over. Dat wil ik doen aan de hand van eerst de top 5 meest ongewenste malware. Vervolgens wat we kunnen doen om daartegen te beschermen. Dat doen wij met een multivector security strategie. En een van die functies daarbij is het nieuw geïntroduceerde security abonnement Threat Detection and Response. En ik ga op deze thema's allemaal inzoomen in deze presentatie. Eerst over de top 5 minst gewenste malware. Eerst plaats. Ja, wat is malware eigenlijk? En wat zijn dan die 5 malwareversies die ik tegenkom? En wat voor methodes hebben we in de praktijk om daar tegen op te treden? Malware is eigenlijk een afkorting voor malicious software. De software die specifiek ontwikkeld is om uiteindelijk toegang te verkrijgen tot de computer of computers en servers van een slachtoffer, om uiteindelijk daar een bepaald doel mee te bereiken. Dus malware komen we al jaren tegen. In de eerste plaats werden wij eigenlijk geconfronteerd met malware onder de noemer virussen. Maar een virus is eigenlijk een te beperkt begrip, omdat het niet strikt genomen alleen maar virussen zijn die onder de categorie malware vallen. Dus we moeten daar iets breder naar kijken. Nou, wat voor malwareversies hebben we dan in het verleden gezien die zeer pijnlijk zijn geweest? De eerste is een Remote Access Trojan. Een Remote Access Trojan is eigenlijk een stukje software dat als je dat uiteindelijk op je PC hebt staan, dat ertoe leidt dat een hacker via een soort van achterdeur toegang krijgt tot uw beveiligde computer of uw server. En wellicht ook tot de rest van het netwerk via die achterdeur. Een Remote Access Trojan is typisch onzichtbaar, wordt vaak gedownload via een spel of eventueel verzonden als een e-mailbijlage. En op het moment dat iemand die opent, dan kan er toegang verkregen worden tot de betreffende systemen. Zeer ongewenst ding, erg gevaarlijk, erg vervelend en we moeten ons daartegen wapenen. Dan heb ik hier een rap sheet. En ik ben niet Amerikaans, zoals u heel goed kunt horen. Maar voordat ik deze presentatie had voorbereiden was, dacht ik, goh, als ik het ga hebben over een rap sheet, moet ik toch wel even weten wat dat betekent. Rap sheet is een Record Arrest Police, oftewel een politiedossier over een verdachte, gericht op één specifiek persoon. Nou, in dit geval is de verdachte de RAT, de Remote Access Trojan. En we hebben die heel vaak gezien. We krijgen daarmee dus toegang tot systemen. Ik kan heel veel keylogging toepassen, dus dat iedere toetsenbordaanslag gedeeld wordt met de buitenwereld en dat daar dus dankbaar misbruik van gemaakt kan worden. Ik krijg toegang tot files, ik kan webcams activeren en ik kan bijvoorbeeld ook opgeslagen wachtwoorden, als die lokaal zijn opgeslagen, kan ik die boven tafel krijgen. We komen ze heel veel tegen, eigenlijk sinds 2000. In dit specifieke voorbeeld deze specifieke versie hebben wij, en dan heb ik het over de Beast, die heb ik voor het eerst gezien, date of birth, midden 2002. En we weten eigenlijk niet waar dat ding vandaan komt. We zien nog steeds dit soort varianten voorbij komen in de actualiteit. En we zien ook soortgelijke dingen in de praktijk, kwetsbaarheden benutten, zoals Back Orifice, Dark Comet en Black Shades. Dus eentje die we nog steeds heel veel voorbij zien komen. Tweede, de botnet. Botnet is eigenlijk een methode dat een heleboel computers op een of andere manier controleerbaar zijn. Die dus controleerbaar zijn in de zin dat ze bijvoorbeeld virussen verspreiden, e-mail verspreiden, die dan uiteindelijk spam is, om daarmee een doel te hebben om andere gebruikers te infecteren. Dus op het moment dat ik heel veel computers samen laat werken om een activiteit te ontplooien, zoals e-mails in hele grote aantallen te versturen, virussen te versturen, of om websites plat te krijgen, dan noemen we dat een botnet. En ja, die komen we dus steeds heel veel tegen. Botnet, een van de bekendere is Zeus. Zeus kan keylogging doen, dus wederom toetsenbord aanslagen, kopiëren en de gegevens die dan via het toetsenbord worden ingevoerd als het ware misbruiken. Een ander ding wat Zeus heel goed kan is een DDoS attack uitvoeren. En een DDoS attack is dat al die geïnfecteerde botnets bijvoorbeeld contact opnemen met een website om die website plat te krijgen. Botnets zijn daarmee erg gevaarlijk en ongewenst. En ik weet uit de praktijkervaring ook een situatie dat een minderjarige, een kind bij ouders thuis nog woonde, op de zolder bezig was. De ouders dachten dat hij een computerspel zat te doen. De jongen die dacht dat hij een hoger maatschappelijk doel had, namelijk het platleggen van een bepaalde website. En de betreffende persoon had de pech dat hij een stukje software downloadde wat heel effectief bleek te zijn. En kreeg daarmee de website plat van het Nederlandse Openbaar Ministerie. Terwijl die ouders dachten dat de bewuste minderjarige jongen op de zolderkamer computerspellen zat te doen, had hij daarmee de website platgelegd van een zeer gerenommeerde organisatie. We hebben Zeus voor het eerst gezien sinds 2007. We hebben hem ook nog voorbij zien komen eind 2010. En er zijn een heleboel varianten die gelijksoortig werken, zoals Zeus, zoals bijvoorbeeld Mariposa, BredoLab en heel veel anderen. Mijn volgende voorbeeld is een browser-gebaseerde malware, oftewel een zogenaamde man-in-the-browser attack. Wat ermee gedaan kan worden is het aanpassen van webtransacties door het installeren van een Trojan. In de praktijk zouden we dit kunnen demonstreren door bijvoorbeeld een stukje software te installeren op een computersysteem. Als diegenen daarna naar een bepaalde website gaan, proberen we het verkeer richting die website te onderscheppen om vervolgens de transactie uiteindelijk aan te passen. En stel dat de website in dit geval PayPal is en we zouden dan de uitgewisselde gegevens kunnen aanpassen, dan kunnen we natuurlijk een betaling doen. Of ik zorg ervoor dat ik een username en wachtwoord onderschep om bijvoorbeeld op basis daarvan daarna andere betalingen te kunnen doen. Dus ook een zeer ongewenste situatie. En dat is ook een reden dat we voorzichtig moeten zijn. Waar connecteer ik aan een bepaald systeem? Vanuit welke plek ga ik bijvoorbeeld een internetbetaling doen? Doe ik dat vanaf een willekeurig device of bij voorkeur vanaf een vertrouwd device? Om te voorkomen dat ik nadelen kan ondervinden van een zogenaamde man-in-the-browser attack. Voorbeeld hiervan is SpyEye. SpyEye is gezien sinds 2009, komt uit Rusland, is ook nog gezien in 2013. En ook hiervoor zijn weer een aantal varianten. Ook Zeus is in feite een browser-based malware attack. Shylock, eenzelfde soort voorbeeld. En er is wereldwijd meer dan 50 miljoen infecties hierdoor ontstaan. En het heeft in totaal meer dan $1 miljard schade opgeleverd. Dus gigantisch. Dan postmalware. POS, Point of Sale systemen. Dat is dus malware die het doel heeft om uiteindelijk betaaloplossingssystemen te hacken, om persoonsgegevens te stelen, om transactiegegevens te achterhalen, zodat ik bijvoorbeeld creditcardgegevens heb om uiteindelijk op basis daarvan weer heel goed misbruik te kunnen doen. Dus die software is specifiek geschreven om toegang te krijgen tot betalingsapparatuur, zoals pinapparatuur en de data die daarop verwerkt wordt. Een goed voorbeeld daarvan is Backoff. Is gezien sinds date of birth 2013. We weten niet precies waar het vandaan kwam. Er zijn meer dan 1000 bedrijven door geïnfecteerd geraakt. En ja, met het doel uiteindelijk om creditcardinformatie te onderscheppen. En ook hier weer keylogging informatie te misbruiken om uiteindelijk op basis daarvan ja, een doel te kunnen treffen. Deze zien we nog steeds heel veel voorbij komen. Overigens zien we hier wel een verschil. Want in Europa zijn de betaaloplossingen over het algemeen gemiddeld genomen wat beter beveiligd dan in Amerika. Maar in Amerika zijn er nog steeds heel veel bedrijven die hierdoor gedupeerd worden. Andere voorbeelden daarvan zijn Dexter, Stardust en Alina. Dus het zijn soortgelijke malware attacks. Laatste voorbeeld is ransomware. Ransomware is natuurlijk software die de PC of bestanden op de PC ontoegankelijk maken, zodat er, ja, dat je eigenlijk gechanteerd wordt en dat je geen gebruik meer kunt maken van die systemen of van de bestanden op dat systeem, tenzij er losgeld betaald wordt. Dit probleem is gigantisch groot. Ik was gisteren onderweg naar een afspraak in het noorden van Nederland en toen kreeg ik een e-mailtje binnen van TNT. In Nederland. TNT is ontzettend geïnfecteerd geweest door Petya. En dankzij die Petya-infectie zijn ze gewoon een heel groot deel van hun administratie kwijt. Dus ze weten niet meer of er nog rekeningen zijn die betaald moeten worden. Of dat er achterstanden zijn. Of dat er geld te ontvangen is of geld te betalen. Ze weten het beide niet. En ze doen eigenlijk een verzoek aan gebruikers van TNT Express om gegevens aan te leveren om een vollediger plaatje te krijgen. En vervolgens stuurt TNT zelf een PDF in de hoop dat de ontvanger die zal openen. Nou, een goed voorbeeld van hoe grote bedrijven daar ontzettend de dupe van zijn. Ik heb ook gehoord van een grote beursgenoteerde onderneming die geïnfecteerd is geraakt. Dat is een andere onderneming door Petya, waarbij mijn gegevens kwijt was die benodigd waren om de financiële cijfers te kunnen rapporteren in verband met hun beursnotering. Simpelweg de documenten waren er niet meer, waren ook niet meer te herstellen, waren gewoon volledig weg, want door betaling van losgeld kwamen ze daar niet bij. En diezelfde organisatie moest een reorganisatie uitvoeren en ook daarvoor hadden ze allerlei documenten op servers weggeschreven waar geen backups van waren en uiteindelijk is daarmee zijn organisatie behoorlijk onthand. Ransomware is dus echt ontzettend vervelend en daar moeten we veel tegen doen. In het verleden zagen we CryptoLocker en CryptoWall. Degene die we in 2016 zijn tegengekomen vanuit Duitsland met name was Loki. Het is eigenlijk wederom een nieuwe versie waarbij bestanden versleuteld worden om vervolgens een losgeldsom te vragen. Deze heeft duizenden infecties per uur veroorzaakt en gemiddeld moest er $200 tot $800 betaald worden per infectie om weer toegang te krijgen tot de bestanden. Dit jaar, in 2017, hebben we weer een variant gezien van Loki waarbij er niet meer gebruik gemaakt wordt van het ene type bijlage, maar dat ze een slimmer bijlagetype zijn gaan gebruiken om daarmee weer nieuwe slachtoffers te kunnen maken. We moeten daar bescherming tegen bieden, maar ja, hoe doen we dat? Hoe stop je in feite dit soort malware bedreigingen? Hoe krijgen we ze achter de tralies? In de eerste plaats, het is belangrijk dat we niet meer er 100% op vertrouwen dat alles met technische oplossingen te blokkeren is. WatchGuard komt extreem ver daarin. Wij komen heel ver. Maar iedere oplossing uit de industrie heeft er baat bij dat medewerkers zelf ook het juiste ding doen. Dus awareness is heel belangrijk. Bovendien, stel dat u dan toch een keer geïnfecteerd raakt, zorg voor de juiste backups. En zorg ervoor dat er een goede, adequate beveiligingsoplossing aanwezig is in het netwerk met alle security services die er maar mogelijk zijn geactiveerd. En dat we dat ook af en toe controleren of die security services inderdaad aanstaan. Awareness, wat we daarvoor moeten doen, is gewoon mensen op de hoogte brengen van wat de risico's zijn. Dat als het niet belangrijk is om een bijlage te openen, doe dat dan vooral niet. Zoals mijn voorbeeld van gisteren van TNT. Ik heb de PDF niet geopend, omdat ik toen ik die mail bekeek vanaf mijn smartphone, ik niet heel snel even kon vaststellen of die mail inderdaad afkomstig was van TNT. En voor de gemiddelde gebruiker is dat sowieso niet op een betrouwbare wijze vast te stellen. Dus als je geen rekening verwacht van een organisatie, open hem sowieso niet. En als er voor de rest ook geen kwaad mee gemoeid gaat op het moment dat een bestand niet geopend wordt, vraag je dan af waarom je dat ding zou moeten openen. Ik kan een leuk voorbeeld aanreiken van een bevriende ondernemer hier bij mij in de buurt. Die vertelde mij laatst dat hij een tijdje geleden ook weer zo'n bestand binnenkreeg. Maar was toch wel erg nieuwsgierig naar de bijlagen vanwege de zender waar die vandaan zou komen. En hij wist eigenlijk heel goed dat hij hem niet moest openen omdat er risico's aan verbonden zouden kunnen zijn. Maar de nieuwsgierigheid was dusdanig groot dat het bestand geopend werd. En ja hoor, meneer was de sjaak en had geen goede backups. En daarmee was hij zijn bestanden kwijt. Inmiddels heeft diegene een backup oplossing aangekocht. Het is typisch een kleine zelfstandige, zodat hij als er iets misgaat in de praktijk, dat hij dan in ieder geval nog ergens een kopie heeft van de meest belangrijke bestanden, zodat hij uiteindelijk gewoon zijn werk kan blijven doen. Eurosys levert dit soort oplossingen, die levert backup oplossingen. Heeft u die niet in gebruik, ga er nog eens een keer goed naar kijken of dat niet beter is om daar toch iets in te doen. En controleer eens of een backup ook daadwerkelijk teruggezet kan worden. Kunt u bij de bestanden nadat er iets misgegaan is. Dat is een goede best practice bij backup in het algemeen. Maar maak ze dan ook. Ja, belangrijk. Goed, over een stukje technische oplossingen, wat we nog meer kunnen doen, behalve awareness en behalve het hebben van backups, is zorgen dat u een geavanceerde beveiligingsoplossing in huis heeft die gebruik maakt van meerdere vectoren om uiteindelijk attacks af te kunnen wenden. Er is geen enkelvoudige oplossing die in staat is om overal tegen te beschermen. Het gaat over een combinatie van oplossingen die het totaalplaatje realiseren. Dankzij de acquisitie die WatchGuard vorig jaar gedaan heeft, hebben we een belangrijke nieuwe component kunnen toevoegen aan ons eigen portfolio. Dat betekent dus ook dat het een compleet eigen stukje functionaliteit is, wat deel uitmaakt van onze Total Security offering. Ook dit is dus geen silver bullet, wat we daarmee bedoelen. Het is een essentiële, belangrijke extra laag, maar een enkele laag alleen biedt nooit 100% bescherming tegen alle security risico's, hoe goed deze ook is. Zo, we moeten dus dit combineren met andere security services. En ik ga zo meteen in de rest van de presentatie inzoomen op wat die andere security services zijn. Want alle security services gezamenlijk zorgen voor een vele bredere manier van detectie om uiteindelijk op een veilige wijze verder te kunnen functioneren. Ik heb mijn status, mijn standaard packet filter firewall. Ik heb een IPS, we hebben de antivirus, we hebben de anti-spam, we hebben reputatiegebaseerde services, we voegen daaraan toe Threat Detection en Response. We hebben een heel mooie service om Advanced Persistent Threats af te kunnen vangen. En dat combineren we dan ook nog eens met een module die we kunnen hebben draaien op uw endpoint. Op dit moment Windows, maar later dit jaar is er ook een versie voor Mac beschikbaar om de endpoints beter te kunnen beveiligen. We hebben meerdere lagen en dat is ook nodig, want er is een Cyber Kill Chain 3.0 gedefinieerd. En de Cyber Kill Chain 3.0 bestaat uit meerdere lagen. De eerste laag is de reconnaissance laag. Dat is de fase waarin gegevens worden verzameld over de organisatie, dus uw bedrijf, over uw netwerk, over de gebruikers in uw netwerk, over de systemen, wat voor softwarecomponenten zijn er aanwezig om de boel te beveiligen en welke gebruikers werken er in een organisatie. Hoe meer gegevens ik heb over toegepaste beveiliging, hoe makkelijker het wordt om te hacken. Dus die reconnaissancefase is vrij belangrijk. Dat is ook de reden dat WatchGuard niet standaard zonder toestemming van een eindgebruiker zal vertellen dat een bepaalde organisatie een bepaald type beveiligingsoplossing heeft. Want hoe minder je daarvoor vrijgeeft, is uiteindelijk ook weer een stukje extra beveiliging. Omdat als mensen niet weten wat voor een oplossing er is, dan kunnen er ook minder makkelijk misbruik gemaakt worden van de zwakke plekken. De tweede fase is de zogenaamde delivery fase. In de delivery fase bereik ik eigenlijk het middel waarvoor ik de feitelijke blootstelling kan realiseren. En dat kan dus bijvoorbeeld betekenen het netwerk zelf, een USB-poort of een stukje wifi onderweg wat misbruikt kan worden om uiteindelijk toegang te krijgen tot een bepaald systeem. Nou, zodra die toegang er is geweest, dus die fysieke toegang, dan ben ik in staat om de kwetsbaarheden uit te buiten. En dat zijn de kwetsbaarheden die we hebben gevonden in de reconnaissance fase. Vervolgens, op het moment dat we dat aan het doen zijn, kan ik uiteindelijk de infectie installeren. En kan ik zorgen dat er iets geïnstalleerd wordt dat onvindbaar is. En ik zorg er dus voor dat er dan ook geen sporen achtergelaten worden. De volgende fase vanuit de Cyber Kill Chain 3.0 is de C&C-fase, de Command and Control fase, waarbij in feite malware die op het systeem op dat moment voortaan aanwezig is, erin kan voorzien dat er contact gehouden kan worden met dat systeem, bijvoorbeeld voor instructies of bijvoorbeeld voor het uitlekken van de feitelijke data op dat niveau. De volgende fase is de lateral movement, oftewel pivoting. Dat is eigenlijk waarbij je toegang krijgt, de fase waarin je echt toegang krijgt tot het feitelijke doel in het netwerk. Dus dat is het moment dat er daadwerkelijk toegeslagen wordt. En om vervolgens het feitelijke doel daadwerkelijk te bereiken nadat bewezen is dat de hacker succesvol is geweest. Al die verschillende fases die maken deel uit van de Cyber Kill Chain 3.0 en je moet eigenlijk beveiliging bieden tegen al die fases. In de meeste gevallen gebruikt WatchGuard daarvoor security services, dus abonnementen die daar beveiliging tegen bieden. Maar niet alle security risico's kan ik daarmee afwenden. En daarom is het belangrijk dat wij ook nog eens een keer een transparante proxy aan boord hebben in ons product. En met die transparante proxy kan ik eigenlijk op basis van statische informatie een extra security laag inbouwen. Die transparante proxy hebben we al heel veel jaar aan boord. En wat ik met die proxy kan bereiken is dat ik dingen kan doen waarvoor ik geen security abonnementen nodig heb. En toch wel degelijk een extra laag van beveiliging kan realiseren. Transparante proxy aan boord. En die transparante proxy die zorgt voor een aantal security services waarvoor we niet afhankelijk zijn van signatures of van abonnementen. Voorbeelden van dingen die we bijvoorbeeld kunnen doen zonder dat we daarvoor security services nodig hebben die dus onafhankelijk van die abonnementen werken. Want het is goed om ook daar zeg maar een basislaag van defensie te hebben. Voorbeelden van dingen die we kunnen doen is bijvoorbeeld een safe search vereisen. Safe search is stel dat ik gebruik wil maken, dat ik mijn gebruikers toegang wil geven tot Google, en wie wil dat niet, dat ik kan zorgen dat als ik een school ben, ik ervoor kan zorgen dat de gebruikers van Google alleen maar resultaten krijgen van Google, waarvan Google gezegd heeft dat het geen adult materialen zijn. Daarvoor zou ik iedere browser kunnen aanpassen in de PC, maar omdat wij een transparante proxy zijn en wij mee kunnen kijken met het search request richting Google, kunnen wij dat search request ook aanpassen om vervolgens een opgekuiste versie terug te krijgen van Google, waarin Google alleen maar de resultaten toont die niet vallen onder de categorie adult materiaal. Dat is typisch iets wat we kunnen doen met onze proxy. En op het moment dat we content inspection doen voor HTTPS, kan dat zelfs binnen een HTTPS sessie richting Google. Als we het toch hebben over HTTPS hebben, dan is het ook handig om te weten dat wij een selectieve bypass kunnen doen, bijvoorbeeld vanwege privacyredenen, of om te garanderen dat bepaalde applicaties kunnen blijven werken, ook al zouden we content inspection toepassen. Dat kunnen wij doen op basis van de domeinnaam of op basis van de server name identifier. Dat is zeg maar een iets uitgebreidere domeinnaam. En omdat wij die bypass kunnen doen, kunnen wij dus zorgen dat voor bepaalde sites, bijvoorbeeld banksites, ik niet de privacy ga ondermijnen. Of voor andere websites, overheidssites waar ik uitzonderingen kan maken, dat ik ervoor kan zorgen dat de gegevens op die sites niet meegelezen worden door de Firebox zijn HTTPS proxy. En ik kan daar dus heel makkelijk een uitzondering van maken. Ik kan ook zorgen dat bepaalde protocollen onbruikbaar gemaakt worden door de firewall, omdat die bijvoorbeeld te onveilig zijn. Dus stel dat u een softwareapplicatie zou gebruiken die nog wel die oudere protocollen benut, kunnen wij die uitfilteren op basis van een proxy. Kunnen wij zeggen van luister, die is te oud, die is niet veilig meer, dus die staan wij niet toe dat die richting internet gaat. We kunnen selectief tegenhouden van executables. Bijvoorbeeld dat sites die wij niet vertrouwen, dat we daar geen executables van kunnen binnenhalen. Terwijl sites die inderdaad software updates aanleveren voor de producten die u in uw organisatie gebruikt, dat we daarvoor een uitzondering kunnen maken dat die wel toegestaan zijn. En dat kan via één en dezelfde proxyregel. Ik kan beperkingen opleggen op het gebied van e-mailgroottes, URL's, pathlengtes en dat soort dingen allemaal meer. En ik kan ook bepaald verkeer blokkeren als dat bijvoorbeeld afkomstig is van botnets. Op het moment dat ze poort 53 misbruiken voor DNS. Dat kunnen wij zien dankzij onze DNS-proxy. En op het moment dat we dat kunnen zien, kunnen we dat onderscheppen. En daarnaast hebben we mogelijkheden om bijvoorbeeld extra beveiliging uit te voeren op het gebied van Voice over IP. Sommige van deze functies dragen hierbij daadwerkelijk bij aan een beter beveiligd totaalplaatje op het gebied van ransomware. Hoewel ze misschien zelf niet rechtstreeks bekend zijn als ransomware beveiliging. Maar een goede total security best practice zorgt er natuurlijk ook voor dat je minder snel geïnfecteerd raakt. Waardoor je uiteindelijk ook minder last zult hebben van ransomware. Als we teruggaan naar dat Cyber Kill Chain 3.0 die ik net had. Dan... die analogie is overigens ontwikkeld door de National Transportation Safety Board in de Verenigde Staten. En aan de linkerzijde zie ik die verschillende fases die er doorlopen worden. En aan de rechterzijde kan ik de lagen toevoegen waarmee wij die verschillende fases kunnen afdekken. De meeste van deze functies hadden wij voor 2017 al aan boord. Maar onze architectuur is flexibel ontworpen, zodat we daar eenvoudig nieuwe functies aan kunnen toevoegen. Zo hebben we eerder dit jaar, in 2017, Threat Detection and Response toegevoegd. En sinds de allerlaatste softwareversie, die net een paar weken uit is, sinds versie 12, hebben we een nieuwe antivirusimplementatie weten toe te voegen om extra beveiliging te realiseren. Sommige van deze functies zijn op meer dan één fase van toepassing, omdat die beveiliging voor meerdere fases van de cyber kill chain van toepassing zijn. En samen zorgen al deze services of al deze abonnementen voor een gelaagde, complete beveiliging. En iets wat we dus bereiken dankzij het feit dat wij een geïntegreerde totaaloplossing bieden. Dankzij deze volledige integratie en correlatie kunnen we zelfs slimmere dingen doen dan sommige point solutions bereiken. Als ik bij eindgebruikers kom, zeg maar in het verleden bij grotere enterprise eindgebruikers die voor meerdere functies uit, uit de security definities dedicated oplossingen hadden. Die bedrijven hadden grote uitdagingen om de informatie van die verschillende oplossingen aan elkaar te knopen. Dat is precies wat WatchGuard wel kan en dus ook daadwerkelijk doet met onze firewalls. Omdat wij die informatie zelf gerealiseerd hebben en voor elkaar hebben ontwikkeld, kunnen wij uiteindelijk op deze wijze met een geïntegreerde beveiligingsoplossing een beter beveiligingsniveau bereiken dan enterprise organisaties dat kunnen doen als ze allemaal losse oplossingen hebben. En hier zie ik dan bijvoorbeeld de APT Blocker meerdere keren voorbij komen. Threat Detection and Response zie ik hier. Die zie ik op de Command and Control nog een keer voorbij komen. En zo zie ik eigenlijk meerdere lagen meerdere keer terugkomen bij de verschillende fases van de cyber kill chain. Dus we zijn niet afhankelijk van één enkele security service om uiteindelijk beveiliging te kunnen bieden. Onafhankelijk van onze transparante proxies bieden wij dus ook beveiliging op basis van security services. Die zijn vaak signature gebaseerd of die zijn cloud gebaseerd, afhankelijk van wat het beste van toepassing is en wat nodig is om bijvoorbeeld de juiste snelheid te kunnen bieden. En wij werken bijvoorbeeld met onze Intrusion Prevention Service met signatures die dagelijks worden bijgewerkt door de firebox. We herkennen daarmee ongewenst verkeer op basis van een signalement van de vulnerability of een signalement van de attack. De signatures die we hebben, die zorgen niet alleen voor dat we verkeer kunnen herkennen, maar we kunnen ook daadwerkelijk meteen ingrijpen. We houden buffer overflows tegen. Dus we detecteren het niet alleen, we stellen het vast en we houden het tegen. We herkennen SQL injecties en we kunnen die blokkeren. Hetzelfde geldt voor cross-site scripting attacks en DDoS attacks. De IPS vormt daarmee een hele belangrijke bouwsteen voor de totale security van ons product. Details over de verschillende security signatures die we hebben voor de IPS vindt u ook op onze website. En hier in deze screenshot zie ik een aantal voorbeelden van verschillende exploits zoals wij die gedefinieerd hebben. Ik heb hier wat goed nieuws. Belangrijk voor u is om te weten dat u een firewall heeft die goed voldoet. Die veilig is en die u daadwerkelijk van een hoop ellende zal besparen. Nou, wat is nou beter om te weten dat de firebox getest is door de enige echte onpartijdige organisatie die in staat is om volledige security tests uit te voeren met producten vanuit een praktijknetwerk en dat doen terwijl ze volledig onpartijdig zijn. Die organisatie die dat doet is NSS Labs. En NSS Labs heeft WatchGuard al meerdere keren getest en wij zijn in de allerlaatste test van juni 2017 weer als recommended uit de bus gekomen. En dat betekent dat wij de optimale verhouding bieden tussen security. Dus we bieden een hoog niveau van security. Als ik de rode pijl volgt, dan ziet u daar WatchGuard staan. Tegen een betaalbaar bedrag per beschermde internetcapaciteit, per beschermde megabit. Deze test hier is gedaan op basis van een enterprise firebox. Dus een enterprise WatchGuard firebox. Maar het mooie is, en deze testresultaten zijn uiteraard openbaar, het mooie is dat de box waar deze test op gedaan is, is een M4600. En zo'n box kost ongeveer $50.000 per stuk. Dus dat is voor een heleboel organisaties een veel te snelle, veel te zware box. Het mooie is dat alle security functies van deze hele zware firewall ook inbegrepen zitten op de kleinere modellen vanaf bijvoorbeeld een firebox T70. En hoger. En het grappige is dat deze test is gedaan voor Next Generation Firewalls. Dat is een bepaalde definitie vanuit allerlei security analisten. En het grappige is dat wij nog veel meer security functies bieden dan waarop deze test op gebaseerd is. Maar we komen dus bij de beste drie vendoren uit de test en alle relevante spelers die er zijn op de markt zijn hierin meegenomen. En dat wij bij de beste drie horen betekent natuurlijk wel dat wij daar erg trots op zijn. Dus dit is uw bewijs dat op security gebied WatchGuard daadwerkelijk een heleboel toegevoegde waarde biedt. Meer informatie daarover of op de website van NSS Labs of op onze eigen website, daar vindt u de gegevens ook. Een van de security services behalve de IPS die wij bieden is de WebBlocker. En met WebBlocker delen wij alle internetwebsites in bepaalde categorieën. Wij kennen bijvoorbeeld 130 categorieën waarvan er bijvoorbeeld 20 zijn uitsluitend en alleen voor security. Die categorieën die kan ik openzetten, die kan ik dichtzetten. Nou, de security categorieën wil ik natuurlijk dichtzetten. En hier zie ik een aantal voorbeelden van de security categorieën. Bot networks, nou, ik heb hier een aantal gehighlight in het rood. Wij doen dat met de database van WebSense. WebSense is tegenwoordig onderdeel van Forcepoint. En dankzij gebruik te maken van die database kunnen wij websites die ingedeeld zijn in die categorieën dus automatisch blokkeren. En dat zijn dus niet alleen maar websites waarbij ik bijvoorbeeld editmateriaal kan uitfilteren. Maar als een normale website, bijvoorbeeld de website van de krant, tijdelijk een infectie heeft met malicious software. Zodra WebSense dat heeft vastgesteld, zullen nieuwe pogingen van uw gebruikers naar diezelfde website toe geblokkeerd worden en dus afgevangen worden. Dan een volgende service is een service die wij bieden om botnetactiviteit te kunnen onderscheppen. Voorbeeld van botnets heb ik net al een aantal genoemd. Botnets zijn een heel groot probleem, want die zorgen ervoor dat er spam verspreid wordt. En dat bijvoorbeeld websites gehackt worden en dat systemen platgelegd worden. WatchGuard heeft al langer de mogelijkheid om URL's te blokkeren op basis van een slechte webreputatie. Dat doen we met de WebBlocker, maar daar hebben we ook nog een Reputation Enabled Defense functie voor aan boord sinds heel veel jaren. Maar sinds softwareversie 11.11 hebben we daar een extra laag aan toegevoegd met een nieuwe bron van slechte websites, waarbij we kijken naar de IP-reputatie van een site. Als die slecht is, dan zullen we die voortaan blokkeren. En daarmee voorkomen we dat botnet-applicaties die per ongeluk misschien ergens geïnstalleerd zijn, dat die überhaupt kunnen connecteren met de IP-adressen die ze nodig hebben, omdat wij alle connectiviteit naar die IP-adressen zullen blokkeren. En dat doen we dan ongeacht protocol of poort. Dus dat is niet meer beperkt tot alleen maar webverkeer, maar ook alle overige poorten binnen uw firewall zullen dan automatisch geblokkeerd worden richting die IP-adressen, zodra die bekendgemaakt zijn in de database, zoals Kaspersky die ons aanlevert. Dus Kaspersky levert ons uitsluitend en alleen de database aan van die gevaarlijk slechte IP-adressen. En de firebox zal automatisch bescherming daartegen bieden, zonder dat u daar iets voor hoeft te doen op de firebox, omdat de firebox steeds die nieuwe lijsten met IP-adressen binnenhaalt. Ik noemde al dat die database, die kopen wij in, simpel gezegd, bij Kaspersky. En een grappig fenomeen is dan om te weten dat 75% van de ransomware afkomstig is uit Rusland. Of om iets specifieker te zijn van de Russisch sprekende gemeenschap. En ik zou deze opmerking niet zomaar durven te plaatsen, tenzij dit een stelling is die ooit gedaan is door bijvoorbeeld Kaspersky zelf. Op dat moment durf ik hem te herhalen. En hier zie ik dan ook een foto van een aantal Russen in de sauna met een laptop en een flinke fles wodka die uiteindelijk attacks aan het uitvoeren zijn richting gebruikers. Voor meer informatie hierover verwijs ik u graag naar de blog van Kaspersky waarin dit gesteld is. Wat is mijn bruggetje? Deze slide is mijn bruggetje naar een andere service die wij aan boord hebben, namelijk de geolocatieblokking. Met geolocatieblokking kan ik bijvoorbeeld Rusland, China, Oekraïne, Noord-Korea kan ik uitfilteren en daarvoor kan ik zorgen dat systemen die ik intern in mijn eigen netwerk heb nooit kunnen connecteren naar IP-adressen die gerelateerd kunnen worden aan die landen. Ik kan uitzonderingen maken op deze regel, zodat ik bijvoorbeeld kan zeggen, oké, een van mijn klanten die zit in China en daar wil ik wel mee kunnen e-mailen, daarvoor kan ik een uitzondering maken en dat de rest van al het verkeer richting China bijvoorbeeld platgelegd zou kunnen worden. Ik kan dat doen op werelddeelniveau, ik kan dat doen op landniveau. En grappig is dat ik vanuit een gemeente in België, die al jarenlang klant bij WatchGuard is, op zeker moment de hint kreeg, Martijn, jullie marketingmensen bij WatchGuard vertellen wel hoe goed de APT-blokker is en hoe goed de TDR is. Maar wat jullie vergeten te vertellen is dat de geolocation-blokking ook een aanzienlijke toegevoegde waarde biedt. Want de bewuste stad in België had geen enkele last gehad van de WannaCry-infecties zoals we die gezien hebben eerder dit jaar. En die hint kreeg ik. En die zei, ik benoem ook het feit dat deze service, op het moment dat je de juiste landen in blokkeert, echt wel een heleboel extra toegevoegde waarde biedt. Dus vandaar dat ik deze heb opgenomen in mijn slide. Application Control is een extra security service. Met Application Control kan ik applicaties toegankelijk maken. Ik kan bijvoorbeeld zeggen dat iemand wel op Facebook mag, maar binnen Facebook kan ik allerlei sub-applicaties definiëren. En daarbij heb ik de keuze om te zeggen dat iemand op Facebook bijvoorbeeld niet naar datingwebsites mag of niet spellen mag doen op Facebook. Maar omdat wij applicaties kunnen herkennen naar gelang hun gedrag en naar gelang hun categorie, kan ik ook applicaties dus dan blokkeren. En ik kan ook ongewenste applicaties die te maken hebben met security risico's herkennen en afvangen. En zo zie ik hier in het grijs een aantal voorbeelden van zaken die wij op iedere firewall adviseren om te blokkeren. En zo is CryptoAdmin daar één voorbeeld van. Zet die dingen dicht, want het houdt een hoop ellende tegen. Dan de volgende, dat is onze sandbox methode. Met een sandbox kunnen we eigenlijk computersystemen nabootsen. En eigenlijk bouw ik dan een gevirtualiseerd, nagebootste computer in de hoop dat ik op basis van het gedrag van die computer, op het moment dat ik daar een bestand of een stukje software op binnenhaal, dat als dat gedrag van de computer mij niet bevalt, dat ik daar dan conclusies op kan trekken. Ik kan daar dus applicaties op binnenhalen voor Windows, voor Android. Ik kan er bestanden op binnenhalen. En op het moment dat ik dat doe, kan ik daarna heel nauwgelet kijken naar wat gebeurt er met die gevisualiseerde computer die draait in de sandbox op een veilige manier, dat die afgeschermd is van de kroonjuwelen, dat die afgeschermd is van de gevaarlijke, van de gevoelige documenten. Kijk ik naar dat gedrag en kan ik bijvoorbeeld zien dat iemand probeert speciale technieken toe te passen, evasion technieken toe te passen. En op het moment dat ik dat goed doe, kan ik bijvoorbeeld ook extra dingen vinden zoals malware activiteit en command and control connecties naar de buitenwereld toe. Wij doen dat met iets wat wij noemen de WatchGuard APT Blocker. En de WatchGuard APT Blocker is gebaseerd op een product van Lastline. De APT Blocker gaat eigenlijk als volgt te werken. Er komt een bestand binnen op de firebox, dat inspecteren we. Nadat we het bestand geïnspecteerd hebben en bijvoorbeeld hebben vastgesteld dat het geen executable is, want een executable wil ik sowieso niet doorlaten, dan ga ik dat bestand traditioneel scannen op basis van de bekende virus-signatures. Nou, oké. Kan ik daar vaststellen dat het bestand niet in orde is, dan stop ik hiermee en hou ik het tegen. Stel dat de virus-signatures geen match zien met een gevaarlijk bestand, dan wil ik een stap verder gaan. Ik bereken dan een hash. Dat is eigenlijk een nieuw soort uniek signalement. En die hash die maak ik eigenlijk om vervolgens snel te kunnen vergelijken of ik die hash in een database heb zitten. Ik vergelijk die eerst met de lokale database op de firebox zelf. Is die daar bekend? Dan kan het betekenen dat die meteen geblokkeerd moet worden. Of als in het verleden dat ding eerder gezien is en ongevaarlijk bleek, zou ik hem kunnen laten doorgaan. als die methode hebben gelijk. Is die hash onbekend lokaal uit de firebox, dan kan ik die, het is een paar bytes, kan ik die paar bytes versturen naar de cloud van Lastline. En op het moment dat Lastline dan zegt, dit bestand is gevaarlijk en het is een APT, zodra Lastline dat zegt, via deze cloud signature zullen we hem gelijk afvangen. Is ook bij Lastline dit bestand nooit eerder gezien, dan kunnen we full system emulation toepassen in de sandboxes van Lastline. Het bestand wordt dan geüpload in zo'n sandbox en wordt dan een paar minuten lang gecontroleerd of dat bestand veilig is, ja of nee. En op het moment dat het bestand in orde is, dan zullen we dat in onze WatchGuard Dimension database vermelden en het bestand gaat gewoon door naar de gebruiker. Op het moment dat het malware betreft, dan zullen wij de persoon sowieso proberen te informeren. Overigens hebben wij net met de laatste softwareversie, versie 12, er een extra functie aan toegevoegd voor e-mail, waarbij we voortaan ook voor e-mail kunnen zorgen dat die e-mail niet wordt afgeleverd bij de ontvanger voordat Lastline gesteld heeft, we hebben geen kwaad vastgesteld. Dus we kunnen vertraging opbouwen, inbouwen in de aflevering van de e-mail, zodat in feite de bestanden via mail in elk geval niet meer bij de gebruiker terechtkomen, tenzij Lastline gezegd heeft dat er geen kwaad is vastgesteld. Een leuk voorbeeld van april van dit jaar was wederom van een klant van ons uit België die mij de statistieken aanleverde van een aantal APT's die ze over een periode van een maand voorbij hadden zien komen. Ik zie dat hier van 2 maart tot 6 april hebben ze maar liefst 762 APT's afgevangen op basis Advanced Persistent Threats, op basis van onze hashes. 762 stuks zijn afgevangen zonder dat daarvoor gesandboxed hoefde te worden. Een belangrijk gegeven. Slechts in 1 van de 763 gevallen was sandboxing nodig om het bestand daadwerkelijk te kunnen te weten of het goed was of slecht. Dus in 0,14% van de gevallen van deze specifieke WatchGuard eindgebruiker in België over een periode van een maand was sandboxing nodig om vast te stellen dat het inderdaad een APT was. Maar het mooie is, Lastline stelt in 100% van de gevallen vast of iets een APT is, ja of nee. Want dat bleek uit de test van Lastline die ook getest is geweest door NSS Labs. U ziet hier, Lastline scoort in het rode kader 100% van de detectie van APT's. En bijkomend voordeel is dat ze in dezelfde test 0 false positives hebben gegenereerd. Dus het is daarmee echt een van de allerbeste oplossingen uit de industrie. Het leuke is dat, ja, dat geldt voor Lastline. Nou, een gemiddelde oplossing van Lastline voor een enterprise organisatie met 1000 tot 2000 werkplekken kost een heleboel geld. Ik heb gehoord iets van €50.000 voor een eindgebruiker met 1000 tot 2000 werkplekken. Wat WatchGuard gedaan heeft, is op een slimme wijze daarop ingespeeld. Wij gebruiken de kracht van Lastline, maar we bundelen dat in de Total Security Bundle, zodat we voor een fractie van die kost eigenlijk dezelfde security functionaliteit kunnen bieden. De laatste security service, en ik ben dan ook bijna door de presentatie heen, die ik wil bespreken, gaat over Threat Detection en Response. Threat Detection en Response is ons nieuwe abonnement wat we hebben toegevoegd aan ons portfolio dankzij die overname van vorig jaar. We hebben een Enterprise Level Endpoint Detectie en Response systeem toegevoegd. Wat we hebben aangepast zodat het past in ons product en dat het goed inzetbaar is voor de KMO's van deze wereld en wat grotere organisaties. Dus voor beide is het geschikt, want we willen zorgen dat het eenvoudig is in gebruik. We hebben de werking in de tussentijd verbeterd en we hebben een aantal functies toegevoegd. Een hele mooie extra laag van security, waarbij we dus enterprise rate security bieden voor iedere organisatie, waarbij eenvoud van beheer en gebruik behouden blijft. Waar hebben we op ingespeeld? We hebben ingespeeld op het feit dat er te veel informatie is die niet aan elkaar gerelateerd is. Endpoint informatie en netwerkinformatie die op zichzelf stond. Want we hadden een probleem dat wij eigenlijk die verschillende informatiebronnen bij elkaar moeten brengen om een nauwkeuriger plaatje te bereiken over de security risico's. Een ander bijkomend probleem is dat voor veel organisaties het niet realiseerbaar is om meteen in te grijpen om contact op te nemen met de gebruiker op het moment dat we gezien hebben dat iets vastgesteld is. Want er is niet genoeg personeel voor aanwezig, de expertise is misschien niet goed genoeg en waarschijnlijk zijn we te laat. We spelen daarop in met WatchGuard Threat Detection en Response. In de eerste plaats zorgen we ervoor dat ontzettend veel security risico's worden voorkomen bij de poort. Dus voordat we iets binnenlaten, proberen we alle security scores, alle security research dat we kunnen doen uit te voeren om zoveel mogelijk aan de poort al tegen te houden. Voor die zaken waarbij dat niet lukt, op basis van de technieken zoals we die in huis hebben, willen we een extra methode hebben. En dat is onze detectiemethode die we kunnen toepassen op de host sensor, dus op uw endpoint, om vervolgens meteen daadwerkelijk in te kunnen grijpen op die endpoint. WatchGuard Threat Detection and Response correleert dus netwerkinformatie vanaf de firebox met de informatie die de host sensor die draait op de endpoint samenbrengt om snel de boel te correleren om vervolgens te kunnen ingrijpen. Hoe ziet dat eruit in een plaatje? We hebben een ThreatSync, dat is eigenlijk onze cloud waarbij al die informatie samenkomt. De informatie vanaf de netwerksensor op de firebox, dat kan uw firebox zijn vanaf softwareversie 11.12 of nieuwer, en die levert allerlei informatie aan naar de centrale cloud. We installeren de WatchGuard Host Sensor op uw Windows machine en later dit jaar verwachten we ook een Mac versie uit te brengen. Die host sensor die levert samen met de netwerksensor informatie aan richting de ThreatSync en op basis van die informatie kunnen wij dan heel snel slimme beslissingen nemen. En ik kan een hele leuke vergelijking maken hoe dat in gebouwenbeveiliging eigenlijk de uitleg van gebouwenbeveiliging kan ik eigenlijk heel mooi ook laten slaan op wat wij doen op het gebied van internetbeveiliging. Stel dat ik bij uw organisatie kom. Ik kom netjes bij de hoofdingang en vertellen dat ik de auto van de directeur kom ophalen. Als u mij niet kent, dan zult u misschien geneigd zijn om die auto niet meteen mee te geven. Ja, misschien dat u eraan gaat twijfelen, want u weet dat er onderhoud op die auto uitgevoerd zou moeten worden. Maar als u gezien heeft dat ik vreemd gedrag heb vertoond, bijvoorbeeld dat ik die auto heb geprobeerd mee te nemen zonder dat ik toestemming gevraagd had, door te kijken of de deuren open waren, enzovoort, dan kan op basis van het gedrag het betekenen dat u extra voorzichtig bent. Misschien dat u zelfs al bent gaan bellen dat iemand aan de auto van een ander zit op basis van het gedrag van die persoon, voordat ik me gemeld zou hebben om die auto op te halen. Nou, stel dat ik dan daadwerkelijk bij uw organisatie ben om die auto op te halen en u weet niks van de situatie af, u weet niks van het feit af dat de auto opgehaald zou worden, dan wilt u dat misschien kunnen controleren. Nou, het zou handig zijn als u bijvoorbeeld zou weten dat degene die die auto komt ophalen, dat die gecontroleerd kan worden. Stel dat u in een politiedossier zou kunnen kijken, dan zou u wellicht weten op basis van een slechte criminele reputatie dat het verstandiger is om die auto niet mee te geven. Zou die mooi zijn als u die toegang zou hebben bij iedere bezoeker van uw eigen organisatie? Nou, als dat geldt voor gebouwenbeveiliging, dan geldt dat eigenlijk op soortgelijke wijze ook voor threat detection en response. En dat is dan precies ook wat wij doen. We kijken naar het gedrag op de host sensor, we kijken naar het gedrag op de firebox en we kijken in de politiedatabases zoals die beschikbaar zijn voor bestanden. Zo kunnen wij bijvoorbeeld in de database kijken van Lastline, waarbij de hashes kunnen aanbieden. En zoals u weet kunnen wij de meeste gevaarlijke, extreem gevaarlijke APT's afvangen zonder dat we hoeven te sandboxen. Dus daarmee bereiken we een heel mooi stukje extra stukje beveiliging. Nou, hoe werkt dat in de praktijk? En dit is dan de ene laatste slide ongeveer. Mijn host sensor, die installeer ik op iedere Windows machine en later dit jaar is hij dus ook naar verwachting beschikbaar voor Mac. Die installeer ik, die host sensor. En die host sensor die wisselt samen met de netwerksensor van de firewall informatie uit naar die zogenaamde ThreatSync database. Nou, die informatie wordt uitgewisseld en op basis daarvan kunnen we ingrijpen. Dat is perfect mogelijk op het moment dat die endpoint in uw netwerk zit in uw eigen organisatie. Maar we hebben een functie toegevoegd. De informatie wordt uitgewisseld en we kunnen daar beveiliging in realiseren. We kunnen meteen ingrijpen op de endpoint. We kunnen een proces killen. We kunnen een system registry wijziging ongedaan maken. En we kunnen bestanden in quarantaine zetten op die host sensor zelf. Dus we kunnen meteen real-time ingrijpen op basis van een slecht signalement of op basis van slecht gedrag. Dat is perfect op het moment dat die host sensor in het netwerk bevindt. Maar wat nu als die host sensor niet in het netwerk zit, maar dat iemand een laptop onderweg heeft? We hebben net met de allerlaatste versie van onze host sensor softwareversie een functie toegevoegd dat de host sensor, als die in het veld aanwezig is, dat die ook de controle kan uitvoeren via de sandboxes van Lastline, omdat die host sensor zelf ook rechtstreeks kan communiceren met onze ThreatSync database en dus ook een bestand kan uploaden naar de cloud bij Lastline in de hoop dat wij op basis van de hash dat bestand al kunnen blokkeren. En lukt dat niet, dan krijgen we in ieder geval de terugkoppeling achteraf dat er iets niet in de haak is. In de hoop dat we dan op dat moment nog kunnen ingrijpen om het kwaad zoveel mogelijk te beperken op die specifieke host sensor. Al deze security services, allemaal gezamenlijk, zitten inbegrepen op de Total Security Bundle. Dus op het moment dat u bij Eurosys een offerte krijgt voor een firebox met daarin de Total Security Suite inbegrepen, dan kunt u erop vertrouwen dat alle security functies die ik in deze presentatie besproken heb, dat die benut kunnen worden in uw netwerk. Dus inclusief Threat Detection en Response. En voor Threat Detection en Response voegen wij een licentie toe voor een aantal gebruikers afhankelijk van het model. Ik noemde straks al een keer de T70. Bij de T70 zit er de capaciteit inbegrepen voor 60 host sensors. En bij ons allergrootste model zitten er maximaal 250 inbegrepen. Stel dat u meerdere fireboxen heeft staan op verschillende locaties. Als die onder hetzelfde WatchGuard account geactiveerd en geregistreerd zijn, dan mag ik de capaciteit van die host sensors bij elkaar optellen, zodat ik op een totaal aantal, maximum aantal werknemers kan komen voor uw organisatie. Stel dat dat niet voldoende is, dan is het ook nog mogelijk om add-on host sensors aan te kopen via Eurosys, zodat u op het gewenste totaal aantal applicaties kunt komen. Om dus die uiteindelijke Threat Detection en Response beveiliging mee te realiseren. Waar onderscheidt WatchGuard zich in? WatchGuard is de enige UTM die volledige correlatie kan toepassen tussen netwerkincidenten, endpoint informatie, gecombineerd met datgene wat we weten uit de zogenaamde threat feeds, dus de zogenaamde politiedatabases. Wij zijn de enige die de threat intelligence volledig kan correleren en de enige die dan ook tegelijkertijd meteen remediation kan toepassen, dus meteen ook daadwerkelijk kan ingrijpen. En wij zijn ook de enige fabrikant die dat kan doen op basis van één en dezelfde bestelcode, want op het moment dat wij de Total Security Suite bij uw firebox meegeleverd hebben, dan heeft u al die functionaliteit in huis. Overigens is het ook zo dat wij druk aan de weg aan het timmeren zijn om extra security services uit te brengen in de nabije toekomst. En onze bedoeling is ook dat wij de security services automatisch toe zullen voegen aan de Total Security Suite, zonder dat u daarvoor op dat moment dan moet bijbetalen. Dus als u de Total Security Suite heeft en wij voegen daar extra functionaliteit aan toe, dan zullen de kosten voor die functionaliteit inbegrepen zijn in die aanbieding. Net zoals we dat eerder dit jaar al gedaan hadden via Threat Detection en Response. Want we leveren de Total Security Suite nu al bijna of al meer dan een jaar. En we hebben daar steeds meer security services aan toegevoegd. Die worden automatisch beschikbaar zonder dat u daar op dat moment dan een extra licentie voor moet inkopen. Last but not least, en dan wil ik de sessie opengooien voor vragen. Wij hebben u al verteld dat het belangrijk is om uw medewerkers bewust te maken van de security risico's. WatchGuard helpt u daarbij, omdat wij allerlei leuke marketingmaterialen gemaakt hebben, ook grafisch met video's en dat soort dingen, om uw gebruikers op de hoogte te brengen van de risico's die er zijn. Het staat u vrij om die te gebruiken en eventueel kunt u die ook in uw eigen bewoordingen toepassen als u dat wilt. Gebruik die informatie, ook Eurosys kan u die absoluut aanleveren. Eventjes nog over datgene wat wij eerder dit jaar zijn tegengekomen als leuk voorbeeld wat we gezien hebben met WannaCry, is dat ik nog steeds geen enkele WatchGuard klant gehoord heb die op basis van een goed geconfigureerde firewall met de security services vanuit de Total Security Suite goed geactiveerd. Ik heb niet één WatchGuard eindgebruiker gehoord die geïnfecteerd is geraakt in die specifieke situatie. Dat komt omdat wij heel veel varianten van WannaCry al afvangen op basis van de antivirusdetectie die we doen. En overigens zijn we net overgestapt van AVG op Bitdefender met software 12. En daarmee is de scoring nog verder omhoog gegaan nadat WannaCry al verspreid was. Want Bitdefender zijn we pas net mee begonnen. Daarnaast hebben we de APT Blocker, die zowel op basis van het gedrag, maar ook op basis van sandboxing meteen een heleboel zaken weet af te vangen. Onze IPS was al voorbereid op de security vulnerabilities als die gelekt zijn door de NSA, de zogenaamde Microsoft vulnerabilities. Wij waren er al op voorbereid, al lang voordat die ransomworm verspreid was. Dus een firebox die zichzelf dagelijks bijwerkt, was al beschermd, ook op basis van de IPS. Dat stel dat een systeem toch geïnfecteerd geraakt zou zijn, omdat het zeg maar onderweg in gebruik was of iets dergelijks. De IPS zou nog steeds die bewuste kwetsbaarheden ook gevangen hebben. En Threat Detection and Response biedt wel degelijk een heleboel extra functionaliteit aan om nog meer risico's af te kunnen vangen en meteen in te kunnen grijpen. En zoals ik al zei, de geolocatieblokkade mogelijkheid. Ik heb me aangereikt vanuit België dat dat wel degelijk heel veel extra functionaliteit en security bood. Die functie zit ook inbegrepen en overweeg dan ook goed of u die wilt gebruiken. Dat is even iets over WannaCry, wat we eerder dit jaar gezien hebben in de buurt van juni. Dan wil ik gaan kijken of er vragen zijn. En dat ga ik even doen. Eén moment. Ik ga eventjes de opname daarvoor stoppen. Dat doe ik altijd bij vragen.